met data en dat soort dingen. Nee, inderdaad, inderdaad. Zie je daar bang voor dat je een soort robot wordt? Nee, nee, ik denk dat je altijd wel je eigen invloed hebt. Waarom moet alles altijd bij het oude blijven? En wat zou er gebeuren als we al die kennis, al die data samenbrengen en een gemiddeld jeugdteam vol pubers hulp krijgt van de profs? Beelden vertellen altijd alles. Bij ons echt alles zien. Eén team. Waar ben je bang voor wat er kan gebeuren? Eén experiment. Ja, je moet een beetje impact maken ook. Dit jaar wil ik toch naar die hoofdklasse. IoT-keeper kan niks. Je bent te dik. Dat is een zin. En hoe goed is dit idee uiteindelijk?